en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Marjolein, Fluid Artist en vanuit mijn atelier laat ik jou zien wat ik doe. Vandaag ga ik dus mijn allergrootste schilderij maken wat ik tot nu toe heb gemaakt. Ik zal hem eens pakken, want hij is echt mega. Oh, hij is ook heel zwaar. Oh, zo. Kijk eens. Hij kan niet eens een beeld. Deze is dus, ik zal de achterkant. Deze is dus 80 bij 80 centimeter. Hij is nu al loodzwaar. Moet je nagaan dat ik ook nog eens, ik denk dat er onderhand wel een liter verf op moet. Dus kijk maar mee. Nou, inmiddels zijn we weer een paar weken verder zelfs. Ja, de vorige was niet gelukt en ik had nog eerder geen tijd gehad om opnieuw te doen. Dus vandaag poging 2. Dus wil je wel graag zien hoe poging 1 uiteindelijk geworden was, of niet, voor ik hem eraf gehaald had, dat filmpje zal ik hierachter nog plaatsen. Dus als deze helemaal afgelopen is, dan komt er een klein stukje, dan laat ik even zien hoe, hoe de vorige was. Maar die was niet zo tof. Dus, en nu ga ik ook mijn spuitbusverf erbij gebruiken. Dus ja, ben benieuwd. Dus blijf kijken. Nou, ik heb dus echt heel mijn tafel afgedekt nu. Dus oh, hij is echt mega groot, mega zwaar. En ik zie er ook mega tegenop. Dus echt, we zijn nu echt al een week, nou zeker 3 weken verder. En die verf staat er nog steeds. Ik heb af en toe wel een beetje eruit gebruikt. Dus ik hoop dat ik nog genoeg heb. Maar ik vind hem echt mega groot. Maar goed, ook wel eens leuk om te doen. Dus ik ga er gewoon mee aan de gang. Ik doe hem ietsjes anders dan de eerste keer. Want ik heb inmiddels wel wat dingetjes bijgeleerd. Dus in ieder geval dat ik niet zomaar wat ga doen. Maar ik ga echt een beetje zo strookjes maken zo over het canvas heen. Maar ik weet niet hoeveel verf ik nodig heb. Dus nou, voor dit schilderij gebruik ik turquoise groen van Amsterdam. Ik heb hier de goud van Amsterdam. Titanium wit ook van Amsterdam. Ik heb Persian Blue Hue van Winsor & Newton. Ik heb Cobalt Blue van Liquitex. Ik heb brons van Ara. En ik heb hier nog een restje. Dat is echt volgens mij hier ook van afgeschraapt. Want het is dezelfde kleur als het canvas. Voor de randjes en voor de hoekjes een beetje. Om het extra. Omdat ik niet zeker weet of ik genoeg heb. Dus dit heb ik even voor reserve. Het is niet echt een super mooie kleur. Maar dit gaat er toch af. Dus dit is even voor de reserve. Dus dit ga ik gebruiken. Ik heb een doek van 80 bij 80. Dat is mega groot. Dat past niet eens even op mijn telefoon. Dus ik ga beginnen. Nou, ik heb 2 maatbekers. Er zit evenveel in. Want deze lijkt me echt een stuk kleiner. Maar goed, er zit allebei 1 liter in. Dus gek eigenlijk. Deze ga ik allebei vullen. Want ik denk dat ik ze wel nodig heb allebei. Maar ik weet niet hoeveel verf ik heb. Dus ik ga ze gewoon allebei tegelijk vullen. Ik begin met wit. Doe ik onderin. En daar doe ik die Persian Blue op. Turquoise. Oh, die staat dus op. Dat is niet zo heel slim bij mij. Maar... De goud. Die doe ik er een beetje doorheen draaien. En dan de kobaltbloem. Van dat brons weet ik het eigenlijk nog niet zo heel goed hoe ik dat ga doen. Dat is wel lastiger. Klein beetje dan. Dat is wel mooi. Ik denk dat het ook wel een mooie cellen geeft. Even kijken, dan ga ik deze een beetje aanvullen, want hier had ik minder. Ik maak het gewoon op. Ja, we zien wel. Ik weet het ook niet. Ik maak het maar gewoon op. Ik heb ook echt werkelijk waar geen idee hoeveel verf ik hiervoor nodig heb. En ik heb nog reserveverf voor de hoekjes. Dan kan ik straks lekker gaan afwassen.
Deze verf stond er ook al eventjes een paar weken al. Dit is wel opmaken. Dit is al op trouwens. Nou, dit is nog de reserveverf. Ik heb hier nog een beetje goud. En die. En ik ga straks ook nog mijn spuitbus gebruiken. Nou, hier heb ik al mijn bakjes staan met alle vieze dingen. Dat is ook echt een tip. Zet een bakje op je werkplek waar je gewoon alles in kan dumpen wat vies is. Dat is hartstikke makkelijk. En dat bakje neem ik straks gewoon mee naar binnen en dan kan ik het afwassen. Kijk of die bubbeltjes er een beetje uit kan krijgen. Nou, ze zijn helemaal vol. Helemaal vol. En de cellen komen van het branden net hoor. Kijk, je ziet alleen maar wit. Maar er zitten alle kleuren. Je hebt het gezien hè? Dus nou, deze ga ik hier opgieten. Hier op. Oh, ik ben er zenuwachtig voor. Ik hoop echt dat het mooi wordt. En ik ga het ook nog, dat had ik ook nog niet gezegd, ik ga die spuitbus, ik weet niet wat die is eigenlijk. Ga ik dit nog zoeken ook nog. Ik heb nog twee spuitbussen gekocht. Nou, zover hoef ik dus niet te lopen. Ik heb deze spuitbus. Ik heb twee, maar deze had ik laten vallen. Dus die dop is gekocht. Die dop kan niet meer dicht. Maar goed, dat maakt niet wel. Ik heb nog die andere eens op en dan gebruik ik die dop. Ik gebruik ook deze spray paint. Kun je het zien? Dus die ga ik ook gebruiken. Dat doe ik op het allerlaatste. Dat laat ik dan zien. Ik ga eerst dit erop gieten en daarna ga ik dit gebruiken. Dus dat zie je ook. Oké, nu gaat het dus echt gebeuren. Ik ga mijn horloge even uitdoen. Dit is zoveel verf. Aan, ja. Daar gaat hij. We beginnen hier gewoon in de hoek. Ik maak gewoon een beetje een swirl. Ongeveer tot de helft. Er komt dan heel veel wit. Ik vind wit wel mooi, alleen is het mooi als het gemixt is. Nu zet ik even hier op zijn kop. En de tweede breng ik ook gewoon hier, want ik vind dat wit een beetje heel veel. Ga ik een beetje over het wit heen. Even zorgen dat de verf, ik zie nog een paar gaatjes zeg maar. Ga ik even zorgen dat de verf overal zit. Oeh, hij is echt heel zwaar. Ga ik even de gaatjes een beetje dichtmaken. Er zitten echt heel veel bubbeltjes in. Oh nee, het wordt als een bubbeltje, maar dat is niet. En ik zorg dat het een beetje verdeeld is. Zo. Hij ziet er nu al gaaf uit. Hij is nog niet eens klaar. Ik ga even mijn spraypaint klaarmaken. Dat doe ik even buiten. Ik heb daar gewoon een bakje voor. Nou, ik ga dus mijn spraypaint gebruiken. Hiervoor pak ik een bakje. Daar spray ik die verf dan in. Dan hou je gewoon een vloeibare verf over. Die ga ik gebruiken. Maar dat doe ik niet hier binnen, dat doe ik buiten. Nou, het is gelukt. Het ziet er wel een beetje anders uit dan de vorige keer. Maar goed, we zien wel. Het is in ieder geval vloeibaar. En dan ga ik even over het schilderij. Ik ga het in twee keer doen. Nou, ik doe het er gewoon overheen. Ik heb dit nog niet zo heel vaak gedaan.
ga ik even nog een cupje halen. Ik probeer het ook een beetje in het midden te doen. Nou, ik hou het even hierbij. Ik ga nog wel er doorheen swipen met mijn swipe paletmes. Hier ga ik witte cel activator voor gebruiken. Die had ik hier volgens mij niet tussen gezet. Die klopt hier ook niet tussen. Wat deze? Ja, dat heb ik al op de keer teruggezet. Nou, ik doe nog één swipe. Ik zie echt dat het best wel veel goud is. Ik dacht echt dat is echt te weinig, maar het is echt best wel veel. Maar zometeen ga ik het uitstretchen en dan gaat het wel een beetje met de flow mee. Ik ga hem even uitstressen. Ik weet niet wat er gebeurt. Nou, zo ziet het er nu dus uit. Zie je best wel grote vlekken met goud. Dat is ook wel heel cool, maar ik weet niet hoe het eruit gaat zien als hij straks uitgestretched is. Het zijn best wel grote vlekken. Kijk, dit vind ik echt wel heel mooi zo. Dit krijg je dus niet overal. Hier een beetje. Ik wil echt nog mega swipen. Maar dit is gewoon nog even een experiment voor mij. Misschien ook even een stokje nog doorheen gaan. Ik weet het nog niet. Ik ga nog even wat nadenken. Je ziet echt, hier is echt goud. Zie je? Oeh, dit is echt heel mooi. Oké, ik ga even wat ruimte maken hier. Ik hoop dat ik nog in beeld ben. En voor de volgende keer kan ik altijd nog meer gaan swipen. Ik weet niet, ik wil ook niet al te veel gaan swipen. Dat vind ik ook weer niet zo mooi. En niet gaan branden, want ik heb er nog wel een videootje van. Dat het in de fik stond. En dat was nog een klein schilderij, maar echt zo'n groot schilderij, dat wil je echt niet. Nou, we gaan gewoon even kijken wat er gebeurt. Die verf gaat ook, die goudverf gaat ook nog een beetje glijden eroverheen. Dan krijg je ook wel een ander effect. Dus probeer het wel langzaam te doen, zie ik nou dus. Dus ik ga gewoon eerst naar die hoek. En dan ga ik terug naar het midden. En vanuit het midden ga ik dan naar die hoek. Oh, de goud is er ook zo mooi. Al het goud is mooi dus op zich. Die gaat daar nog af. Kom maar.
arm even weg, want hij is best wel heel zwaar. ja, hij is echt wel heel cool. Ik durf hem echt niet te branden. Ik ga hem even een slagje draaien. Ik wil echt geen goud op mijn tafel krijgen. Dat krijg je er echt niet af. Dat ik meteen wel die afzuiging aanzetten als je die hebt. Ik ga kijken of ik een slagje kan draaien. Ik wil lekker mijn handen gaan doen hier. Nou, ga ik die ook doen. Ja, ik hoop dat het allemaal in beeld is, jongens. Ik weet het niet. Ik hoef het ook niet op de grond te gaan. Ik kan ook niet zien hoe ver die tafel doorloopt. Nou, het goud is wel duidelijk aanwezig. Dat is wel echt heel mooi. Oeh, ik moet er even over nadenken wat ik ervan vind. Ik vind het echt heel mooi. Ik ga even de randjes even controleren. Of alle hoeken gedaan zijn. Ik hoop echt niet dat het te veel... Ja, ik denk zelf uitkomt dat dit gewoon perfect genoeg, even genoeg verf was. Nou, het ziet er echt tof uit. Maar ik weet natuurlijk niet hoe het opdroogt, maar dat zien we dan allemaal ja, van de week wel. Ja, ik kan alleen dus nu geen brander gebruiken. Dus alle belletjes moet je echt zorgen dat je van tevoren, voordat je het goud erop doet, alle belletjes hebt gepopt, zeg maar. Maar ik zie nog wel een aantal belletjes, maar ja, ik ga niet met die brander erover eens. Veel te gevaarlijk. Dus ik laat het opdrogen, maar ik laat je eerst eventjes de close-up zien. Nou, zo is het dus van dichtbij. Kijk, je ziet het goud. Ja, met het licht. Kijk, ik heb die ringlamp daar. Dus dat is een beetje irritant. Maar ja, je kunt het niet echt heel goed zien. Ja, je kunt het wel goed zien. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik kan het heel goed zien. Het glimt echt heel erg. Ja, dus als het al opgedroogd is, dan is het echt mooi. Hier een groot stuk. Ik ben ook wel blij mee. Daar heb ik een paar grote stukken. En hier zit een soort streep. Ja, wat ik dan wel jammer vind, maar dan kun je het nou nog, dat zie je nou eigenlijk al niet eens meer. Dus het is niet eens meer jammer, want ik zie het niet eens meer. Ja, als je, ik ging de laatste hoek die kant uit en dan zie je een paar van die druppeltjes die gaan dan die kant uit. Maar goed, het is net als een zee. Even een rondje lopen. Kijk, ja, ik vind hem echt heel tof. Ja, die lacing. Ja, daar ging het eigenlijk niet echt heel erg om die lacing of om die... Het ging meer om dat die... Kijk, krijg je toch een heel klein beetje dit effect, zeg maar. Door die Australian float roll en een beetje die swipes. En dit gouden witte, ja, dit vind ik niet zo heel mooi. Maar ik denk dat het wel gewoon mooi opdroogt. Het is een beetje wit goud, maar ook mooi. En die hoek vind ik ook echt heel mooi. En het middelste stuk dat breekt ook een beetje zo, dus een beetje lichter. Ja, ik ben tevreden. Hier heel veel kleine stukjes. We gaan nu eerst even mijn blower aanzetten, of in ieder geval mijn afzuiging aanzetten. Dat is echt een hele, hele, hele vieze lucht. Maar ik laat hem opdrogen en dan zien jullie dat. Nou, het zit erop. Het is gewoon gelukt. En ik hoop echt dat hij mooi opdroogt. Maar ik ga er wel van uit, want ik heb van de week dezelfde verf gebruikt. Precies dezelfde techniek. En die staat daar. En die is heel mooi geworden. Dus ik weet wel zeker dat hij goed opdroogt. Alleen, ja, deze is wel een stuk groter en veel meer verf. En nou, we zien wel. Ik ben echt benieuwd. Maar ik hou je op de hoogte en als die klaar is, laat ik je het droge resultaat zien. Maar voor nu
ben ik al tevreden en ik zie jullie over een paar dagen. Het is eindelijk zover. Hij is droog en hij is echt cool geworden. Ik zal hem er even bij pakken. Hij is echt nog steeds. Hij staat hier. Hij is echt heel groot. Kijk, ik zal hem even zo. Kom zo in beeld. Hij ziet er wel donker uit zo, maar hij ziet er wel een stuk lichter in het echt hoor. Kijk eens hoe groot hij is. Kijk, je kunt het een beetje beter zien. Kijk eens. Zo ziet hij er dus uit. Hij past net in beeld. Deze is echt cool geworden. En dat goud, dat zit er echt bovenop. En toch is het glad. Ik ga het even van dichtbij laten zien. Nou, zo ziet hij er dus van dichtbij uit. Zoals je kunt zien. Het is lastig om dat op de camera vast te leggen. Maar hier zie je dus al die kleine gouddingetjes. En hier echt nog zo'n gouden vlek. Kijk, je ziet dus dat het gewoon echt helemaal droog is. Ja, hier zit nog een heel klein bommetje, maar dat is wel droog. Dus het droogt wel helemaal vlak op. En in de stukken waar het echt dik was, daar blijft een beetje een soort bobbeltje. En zoals die droogt gewoon helemaal vlak. Super gaaf. Hij is echt mega groot. Maar ik ben echt blij met het resultaat. Nou, hierbij ga ik dus deze video afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien hoe ik zo'n groot schilderij heb gemaakt. Zoals beloofd komt hierna nog een heel klein stukje over hoe dat de eerste versie, die was dus mislukt. Dus die heb ik afgehaald. Maar dan laat ik hem nog even zien hoe die geworden was. Maar nu is hij dus veel mooier geworden. Dus dat was ook de bedoeling. Ik hoop dat je het leuk vond deze video te kijken. En vind je het leuk, dan abonneer je dan op mijn kanaal. En like deze video. En dan zie ik jou de volgende keer weer. Houdoe!